We gaan het hebben over IPO's, Initial Public Offerings, of in het mooie Vlaams, beursintroducties. Als bedrijven naar de beurs trekken, dan kan het grote publiek, u en ik, voor een stukje eigenaar worden. Bestaande aandeelhouders staan er voor een deel van hun aandelen af, of er wordt bij zo'n beursgang vers kapitaal opgehaald. En voor de inbreng van dat geld worden nieuwe aandelen gecreëerd, die vervolgens op de beurs verhandeld kunnen worden. Het aantal IPO's zegt vaak iets over de waarderingen op de beurzen. Zijn de waarderingen hoog, dan zullen meer partijen bereid zijn om hun aandelen aan het grote publiek aan te bieden. Met andere woorden, in periodes waarin de beurzen met nieuwe introducties overspoeld worden, is het vet doorgaans van de beurssoep. Zijn de beurzen fors gedaald en is het sentiment negatief, dan zullen er weinig IPO's zijn. Bedrijven die al een beursgang planden, blazen die dan soms zelfs af, wachtend op een beter, duurder moment. Het aantal beursintroducties kan dus aanzien worden als een soort van contra-indicator. Niemand geeft zomaar een stuk van zijn bedrijf voor een prikje weg. Integendeel, men tracht dat aan een zo hoog mogelijke prijs te doen. En toch steekt het beleggers de ogen uit dat op Wall Street sommige aandelen al op de eerste handelsdag met tientallen procenten stijgen. Dat heeft meestal te maken met een grote vraag naar de betrokken aandelen, terwijl het aanbod relatief beperkt is. Dan zien we in eerste instantie een forse koersstijging, zeker als ook nog eens het beursklimaat positief is. Als kandidaat aandeelhouder moet u zich echter kritische vragen stellen. Zien de bestaande aandeelhouders de beursgang als een manier om uit te stappen, om te cashen dus, dan is het meestal opletten geblazen. Haalt men vers kapitaal op, maar puur om de schulden van het bedrijf te verminderen, dan is dat niet per definitie een positief verhaal. Wordt vers kapitaal opgehaald om een interessant groeiproject te financieren, dan kan dat wel interessant zijn, tenminste als de waardering niet te duur is. Vele vragen die antwoorden vergen, niet blindelings inschrijven dus.